Hey lieve jongens en meisjes, welkom bij mijn filmpje over 1848 en de grondwet van Thorbecke. In 1848 noemen we het revolutiejaar. Mensen zijn boos, dit is in Duitsland. Ze komen in opstand tegen de koningen, tegen het gezag. Wat ga ik vertellen? Wie waren koning Willem I en Willem II? Waarom was 1848 een revolutiejaar? Welke veranderingen maakte Thorbecke in de grondwet van 1848 en was er dan na 1848 sprake van een echte democratie? We beginnen ons verhaal met koning Willem I. Ik switch nu over naar mijn prezi. Hier zien wij Willem I, onze eerste koning der Nederlanden. Hij heeft ook wel de bijnaam de kanalenkoning gekregen. Waarom? Hij bouwde veel kanalen. Waarom? Zijn doel was om Noord-Nederland ook belangrijk te maken economisch. Want natuurlijk was het in Nederland zo dat België, wat aan Nederland vastzit, dat was economisch veel belangrijker. Waarom kanalen? Nou, over water kan je natuurlijk veel meer vervoeren dan over land. En ja, op karren en zo, dat gaat veel minder goed met geen vaarderwegen en zo. Maar hij deed uitgaven zonder verantwoording toe te vragen aan wie dan ook. Hij gaf gewoon het geld uit. Bam. Dat gaat natuurlijk niet goed als je te veel geld gaat uitgeven. En dat gebeurde eigenlijk met onze koning Willem I. De schatkist was van het een op het andere moment was leeg. Dat was in 1840 en de liberalen zeiden, ja hallo, hey, wij betalen belasting. Eigenlijk horen wij iets te zeggen te hebben over de manier hoe dit gaat. Nou, in schaamte treedt de koning af in 1840 en zijn zoon, Rara Willem II, wordt de koning. En de liberalen dringen op hetzelfde aan van, goh, wij moeten iets te zeggen hebben over hoe het geld wordt uitgegeven. Wij zijn immers degene die geld in het laadje brengen. Maar koning Willem II wil net zoals zijn vader een echte koning blijven. Een echte koning regeert voor het volk. Alles voor het volk, niet door het volk. Hij wilde niks van weten tot 1848, het revolutiejaar. Willem II wilde net zoals zijn vader machtig blijven. Maar hij stond toch zijn macht af. Waarom? In dat jaar is het net zo dat er eigenlijk ook sprake was van honger. Er waren verschillende waarom. Er was een mislukte aardappeloogst, er waren mislukte oogsten. Als mensen honger hebben, dan worden ze ontevreden. En dat was niet alleen zo in Nederland, maar ook hier in Parijs. Je ziet revoluties eigenlijk overal in Europa, in Praag en dergelijke. En zo staan ze ook boete roepen op de Dam in Amsterdam. Ga vooral ook dit filmpje kijken, de grondwet van Thorbecke. Je kan op Zoom het filmpje terugvinden. Hier zie je het mooie plaatje van ga toch slapen Willem, poppel de pop, stel je voor dat het hier gebeurt, een revolutie. Dat kan ik nu niet gebruiken, want... wat er vaak met een revolutie misgaat, is dat als de revolutie heftig genoeg is, is dat een koning niet alleen geen koning meer mag blijven, maar vaak worden ze, zoals bij de Franse revolutie, uit hun paleis gesleurd en vermoord en weet ik veel. Want dat wil hij in ieder geval voorkomen. Hij wil koning blijven. En dan vraagt hij de zeer getalenteerde Johan Rudolf Thorbecke om een constructie te maken dat er en een grondwet komt waarin de liberalen krijgen wat ze willen, en tegelijk ook de koning mag blijven. Maar het is een raar evenwicht, want de koning is niet democratisch gekozen dan, maar hij is wel nog koning, dus hoe moet dat dan? Nou, Thorbecke gaat aan de slag en formuleert eigenlijk de volgende dingen. Allereerst komen de grondwetten erin voor de liberalen, de vrijheden. Want liberalisme, liberty, vrijheid, vrijheid is heel belangrijk voor de liberalen. Allereerst komt het recht op vereniging en vergadering. Je zou denken dat is helemaal niet zo'n belangrijke, maar juist wel. Als je niet mag samenkomen, kan je ook geen plannen maken, kan je ook geen verenigingen maken om dingen te verbeteren. Bijvoorbeeld in een dictatuur mag je niet samenkomen, omdat je dan niet stiekem plannetjes kan gesmeden. Dus het recht op vereniging en vergadering is een hele belangrijke. De vrijheid van godsdienst natuurlijk, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van onderwijs is ook belangrijk. Liberaal onderwijs is er natuurlijk, maar je hebt ook de vrijheid om een eigen christelijke school bijvoorbeeld te beginnen, als je met de Bijbel. Wat is dan de constructie dat de koning mag blijven? Allereerst is daar de ministeriële verantwoordelijkheid.
We gaan even kijken naar het plaatje. Wat is er veranderd? Vroeger moest de minister werken voor de koning. Dat was een onderdaan van de koning. Dat betekent dat als hij iets deed, dat hij moest kunnen uitleggen aan de koning wat hij had gedaan. En als de koning het niet met hem eens was, kon hij hem zo ontslaan, was het afgelopen. Het parlement stond er eigenlijk een beetje los bij. Maar van het volk, het parlement, kwam uiteindelijk wel het geld vandaan. Wat we eerder hebben gezien, na 1848 is het zo dat de minister die het geld uitgeeft, dat moet kunnen verantwoorden naar het parlement. En niet meer langer naar de koning. Dat is één deel van de ministeriële verantwoordelijkheid. Het tweede gedeelte van de ministeriële verantwoordelijkheid is dat de koning is onschendbaar. En dat betekent eigenlijk, alles wat de koning doet, is de verantwoordelijkheid van de minister. Dus als de koning iets fout doet, dan moet de minister daarvoor verontschuldigingen aanbieden. En dat is eigenlijk vandaag nog steeds zo. De koning, alles wat de koning doet of zegt, dat moet een minister goedkeuren. En als hij een fout maakt, dan moet de minister daar iets over kunnen uitleggen. Eigenlijk is de kerstspeech de enige speech die de koning zelf vrij mag schrijven. Dat zorgt ervoor dat de koning zelf geen beslissingen kan nemen. Hij kan niet zomaar zeggen, wij gaan nu ten aanval. Als hij dat zou vragen, dan zou de minister van Defensie zeggen, nee, sorry, dat is niet, de koning bedoelde dat niet, dat gaan we ook niet doen. Dat zou mijn verantwoordelijkheid zijn. Dus ja, de koning mag op dit moment niks meer. Hij krijgt ceremoniële functies, handtekeningen zetten, op bezoek in het buitenland. En wanneer er een ramp gebeurt, zoals bijvoorbeeld nu met de coronacrisis, dan gaat hij het land door om de mensen te steunen. Alleen lijkt me dat nu met de corona niet zo'n goed idee. Maar normaal bij een vuurwerkramp of iets dergelijks wel. Dan is hij het gezicht van het land en als dan Maxima ook meekomt en die troost een paar kinderen dan, dan vinden we dat fantastisch. En Koninginnedag, Koningsdag, dat is natuurlijk fantastisch. Goed, we hebben dus de grondrechten, ministeriële verantwoordelijkheid. De minister moet verantwoording afleggen aan het volk. De koning is onschendbaar, die kan niks gemaakt worden, maar de ministers zijn verantwoordelijk. En er komt kiesrecht. Kiesrecht voor alleen rijke mannen. Dat is census kiesrecht met een bepaalde grens. Dus als ze een bepaald belastingbedrag betaalden, dan kreeg je ook kiesrecht. En het waren eigenlijk alleen maar dus rijke mannen. En eens in de 4 jaar werd de Tweede Kamer gekozen door de bevolking. We kijken hier even naar een kaartje. Vanaf 1815, de eerste grondwet, de Tweede Kamer werd aangewezen door bestuurders van de provincie. Vaak ook belangrijke families. Helemaal niet democratisch. En de Eerste Kamer werd aangewezen door de koning. Dat is ook helemaal niet democratisch. Dan vanaf 1848 wordt de Tweede Kamer gekozen met het censuskiesrecht door de burgers. Is al meer democratisch. En de Eerste Kamer wordt gekozen door de Provinciale Staten, dat is nog steeds zo. En de Provinciale Staten worden ook gekozen door de burgers. Nou, dat is al een hele verandering. De vraag is nu, is er sprake vanaf 1848 van een democratie? Nee, want we gaan kijken naar wie hebben er dan stemrecht. Is er sprake van democratie? En we zien daar de koning, zijn ministers staan naast hem, dat zijn zijn onderdanen. En hij staat boven de grondwet. Hij hoeft zich daar niet aan te houden, hij staat boven de grondwet. En het volk staat daaronder, maar er is gevaar voor revolutie. Dus de eerste stap is, de ministers dansen nu om de koning heen. De koning kan nergens naartoe, want de ministers zijn verantwoordelijk voor wat hij doet. Dus ze staan alle onder de grondwet. En dat is eigenlijk de eerste stap, de stap van de liberalen met die nieuwe grondwet in 1848. Is er dan sprake van democratie? Nee, want de arme mensen hebben nog niet stemrecht. Er zouden de socialisten voor opkomen. De vrouwen hebben nog geen stemrecht. Daar moet ook nog voor gestreden worden. Dan komt er een schoolstrijd, ga ik later over uitleggen in mijn volgende filmpje. En eigenlijk pas wanneer de vrouwen hun stemrecht hebben in 1919, is er sprake van een echte democratie.
Yes, bedankt voor het kijken allemaal. Ik hoop dat jullie het hebben kunnen volgen allemaal. Als je vragen hebt, kan je die stellen in onze Zoom-conferentie. En dan nog een nutteloos feitje. Hier zien jullie een plaatje van mensen die aan het schaatsen zijn in de 19e eeuw. Dat is dus 1800 nog wat. Hoewel in 1909 pas de eerste Elfstedentocht werd geschaatst, werd in 1848, hetzelfde jaar, de Elfstedentocht geschaatst. Ongeorganiseerd door Douwe Haantjes Douwstra en Klaas Simons de Jong. Binnen 24 uur op schaatsen 11 steden van Friesland langs. Zullen jullie denken, lekker boeiend Wim, het vriest al lang niet meer en die Elfstedentocht. Nou, ik heb heel veel met de Elfstedentocht. In 1997, toen was ik 12, keek ik als klein mannetje naar mijn moeder die meedeed met de allerlaatste Elfstedentocht. Trots op mijn moeder.